de winnaar van deze finale over twee wedstrijden. Stroomt in de tweede voorronde van de Conference League. Toernooi dat werd gewonnen door AS Roma. Maar tegen Vitesse nog speelde in datzelfde toernooi eerder dit seizoen. En het zijn nou juist die Europese avonden waar Vitesse nog één keer de energie uit wil halen. Energie zullen beide ploegen nodig hebben. Want voor Vitesse is dit de 54ste wedstrijd van het seizoen. AZ zit er niet ver vandaan. Zij spelen wedstrijd nummer 51. Opstelling van Vitesse is op één plek anders dan in de return halve finale tegen Utrecht. Romaric Yapi gaat spelen omdat Elidaza nou eenmaal zijn bruiloft had gepland. Dat is niet heel handig, maar het is de realiteit voor Vitesse. Dat sowieso wel wat mensen mist. Maarten Frederiksen geschorst. Rasmussen, Witek, Jabot geblesseerd. Oros heeft dienstplicht. Een tegenstander voor Vitesse is AZ. Maar Dani de Wit de laatste weken het net weer een beetje begint te vinden. De opstelling is hetzelfde als in de return die AZ speelde tegen Heerenveen. Beide ploegen verloren hun eerste halve finale en zetten het daarna in eigen huis recht. AZ dankzij twee fenomenale assists van Jordi Klaasie. En zo staat AZ voor de vijfde keer in de finale van deze play-offs. Sinds de nieuwe opzet in 2009. En AZ zal hem een keer willen winnen over twee wedstrijden, want dat lukte ze nog nooit. Goed gedaan door Tronstad. Dit is minder. En nu is Karlsson er vandoor. Als AZ opschiet is het 2 tegen 2. De loopactie van Pavlidis creëert wat ruimte voor Karlsson. Maar uitstekend blok van Danilio Duki. Opnieuw Duki. Karlsson. Over Beukema heen. Oh, missertje van Yapi. Kerkes. Snelle 1-2 met Martin Zindi. Ruimte voor de voorzet. Die is laag. En daar is Pavlidis. De Wit. Pavlidis. Appel voor Hens van iemand van Vitesse. Dan is er ook verzorging nodig omdat er iemand van AZ op het gras ligt. Ja, geen bal in de buurt, dan weet je meestal dat het klaar is. Tijani Reinders staat klaar. Om al na een kwartier in de ploeg te komen. Dat kost Frederik Mietje waarschijnlijk ook de return zondag in Alkmaar, als je dit zo ziet. Ruimte voor Kerkes. Karlsson tegen de rug van Bero aan, maar nog wel richting Evjen. Pavlidis heeft de bal, die stift hem op de lat. Dat is een heel gemeen stiftje van Vangelis Pavlidis. Manhoef kan echt niet bij de bal, die raakt Evjen vol in zijn knieholte. En Pavlidis uit een bijna onmogelijke hoek. Wipt hem op de lat. Openda. De bezetting is aardig voor het doel. Daar is de goal ook. Oh, dat is een piekfijne voorzet van Openda die door Thomas Buiting wordt binnengelopen. Eigenlijk de eerste kans voor Vitesse. En het is meteen raak. Het begint hier als Karlsson en Reinders tegen elkaar aanlopen. De bal in het bezit van Vitesse komt. Openda de diepte in wordt gestuurd. Die heeft wel heel veel tijd. En gebruikt die tijd om hem heerlijk bij Thomas Buiting te krijgen. Die dan ook nog wel wat werk te doen heeft. Het is een prima goal van Vitesse. Bazour is de volgende met fysieke problemen.
Ja. Ik zei het al eerder. Wedstrijd 54 voor Vitesse. Wedstrijd 51 voor AZ. Daar is Karlsson. En die vindt al zittend ineens de bal naast zich. De voorzet lijkt hoog. Hij kan er nog bijna bij. En dan is Houwe net iets eerder dan Jesper Karlsson. Goeie bal van Pavlidis. Evjen terug naar Pavlidis. En het blok van Bazour. Er wordt druk gesprongen op de Zuidtribune. Je moet er maar durven. Met het nieuws dat van de week naar buiten kwam. Dat daar toch wat kleine scheurtjes in zitten. Klaasie weer met zo'n bal. Weer vindt hij medespeler. Karlsson en de paal. En Van Boekel op de billen. Weer zo'n streep van Jordi Klaasie. Absoluut geen buitenspel. Het missertje van Manhoef. Ook door het effect in die paas. En dan Karlsson die de verre paal raakt. Nadat Pavlidis al de lat raakte. Karlsson. Pavlidis. Kijkt en gebaart vragen de richting van Boekel. AZ kan verder met Reinders. Oeh, die is de bal kwijt. Bero. En dan komt er nog een counter van Vitesse. En gaat Openda richting de 16. Die is veel sneller dan Martin Zindi. Openda. En de inzet richting Vindal is uiteindelijk van Martin Zindi. Zijn snelheid een probleem voor AZ. Mooi van Openda naar Bero. Bero. En Beukema. Oh, die geeft het wel aan Japi. Tegen Kerkes aan. Tronstad. Ja, die kan dat. Die deed dat. Tegen Utrecht. En Kerkes weg. Golft op en neer. Kerkes. En hij krijgt hem niet langs de keeper. Nou ja, wel langs de keeper, maar niet richting doel. Ook weer een vragende blik richting Van Boekel. Heel even aan de arm gepakt, maar buiten de 16. En bovendien heeft hij de bal nog. Evjen, goed gedraaid. Reinders, dat is de plek waar je hem aan de bal wil hebben. Reinders, dat bedoel ik. Hij heeft patent op fraaie doelpunten, op mooie afstandsschoten. Karlsson. Klaasie, oh, die wordt aangeraakt en die valt binnen. Na twee assists tegen Heerenveen, nu een doelpunt voor Jordi Klaasie. Bazour komt weg en dan is het Hajek, denk ik. Die hem als laatste raakt. Dan zal het doelpunt op naam komen van Jordi Klaasie. Letsch kiest het laatste kwartier voor verse krachten. Die staan nog niet in het veld. Als Vitesse eruit is. Goed balletje van Openda naar Bero. En die raakt in de war van Gatsidiakos. Die woest is. Echt ontploft na het maken van die sliding. Die sliding die voldoende is om Bero in de war te brengen. Hier is Manhoef. Oh, lekker balletje. Openda mist hem. Dat was geen buitenspel. Huisman. Zoekt de recht. Die heeft uiteindelijk ook de bal. Omdat Witry er niet tussen kon komen. Tronstad. Oeh, goede voorzet. En Beukema haalt weg. Er is weer paniek achterin bij AZ. Manhoef. Openda. Nauwelijks gezien. Openda! Nou, die kan hem wel rennen hoor. Lois Openda.
geen bal gehad, de tweede helft. Liep te trekken benen, liep te mopperen. Maar één opleving. En daar is hij weer. En voor de laatste keer. Het Gelderdoom op de bank voor Lois Openda. Van onschatbare waarde geweest. In die twee seizoenen die hij gehuurd werd van Club Brugge. 45 seconden nog. Maar dan nog wel dik 90 minuten in Alkmaar aankomende zondag. Pavlidis en Doekie. En dan bij die return nog meer spanning. Nog grotere belangen. Als het maar half zo vermakelijk wordt als vandaag, dan raad ik u alvast aan om te gaan kijken. Vitesse-spelers vragen aan Van Boekel wanneer het afgelopen is. Dat is het nu. Vitesse wint met 2-1 van AZ. Dankzij een prachtig afscheidscadeau van Lois Openda. En zo Vitesse op pole position. Voor een ticket dat recht geeft op die Europese avonden waar ze zo van genoten hebben dit seizoen. En die sfeer, die was er vanavond ook in het Gelderdoom. Bij deze finale van de play-offs. Waarvan deel 1 nu voltooid is. Maar beide ploegen weten uit ervaring, uit zeer recente ervaring, dat dat eigenlijk nog helemaal niet zegt